En wat zeg je ook altijd? Broodje egg gives you swag. Ik ben vooral bekend bij het café. Ik heb 7 jaar het café gedaan. In de oude situatie en in de nieuwe situatie. Nou, dat kwam. Toen zat Sodexo hier nog in. En die hadden mij deze positie beloofd, omdat Friesland Bank dichtging. Maar ja, toen zag iemand mij en zei: ja, hoe denk jij dat te gaan doen? Denk je dat je dat kan? Ik zeg: waarom denk jij dat ik dat niet kan? Dus na een paar maanden had ik dat ook wel bewezen. Dus toen was hij wel blij met me. Maar ja, ik moest een jonge meid vervangen. Dus dat was wel even een dingetje. Maar ik had weer andere kwaliteiten. Nou, gezellig met de studenten praten. Soms even een hartig woordje. Zetten ze er helemaal doorheen. Kun je ze even oppeppen. Ja, of ze vertellen je gewoon dingetjes. Omdat je toch een beetje een vertrouwenspersoontje wordt. Zo. Ja. En dat doen ze bij een jongere iemand niet. Dus het was een beetje echt wel een taakje. Ja, ik had druk hoor. Ja. Maar leuk. Ik had echt rijmpjes voor ieder broodje. Neem je broodje egg. Nou, dat gives you swag. Broodje gezond, dan is het buikje nog niet rond. Daar kan nog makkelijk wat bij. Dus zoek nog een lekkernij. Er zat één jongen bij, die lachte maar niet. En dan probeerde ik echt een lachje te omfutselen. Hè? Zeg, krijg ik nou een klein lachje? Misschien morgen. Hè? En iedere dag blijven proberen. Dan op een gegeven moment lukte het. Ze dus vrek, krijg een lachje, weet je wel. Het wordt dan een uitdaging om dat te doen. Ik heb altijd een fijne tijd gehad hoor. Ja, mag niet anders zeggen. Ik vond het café leuk, maar ik vond dit ook hartstikke leuk. Ja. Het gaat mij om plezier en het plezier moet je zelf moet je maken. Ja, heel hard je best doen als je zo gewoon ook van die school af bent. Ga er niet 7 jaar over doen, dat is zonde van je tijd. Dus welke keuze je ook maakt van beroepskeuze of... je moet altijd kiezen wat je leuk vindt, anders gaat het niet werken.